Zodat ook onze kinderen en kleinkinderen in de toekomst garantie hebben op een mooie omgeving met schone lucht. Daarom vraag ik u om het boze bos te behouden zoals het is van nu en altijd. Meneer Zonneveld, vriend van het boze bos, met name voor de bomen en de buizers van het boze bos. Ga ik naar de volgende spreker, Margriet de Schipper uit Purmerend. Komt u maar naar voren. Goedenavond, mijn naam is Margriet de Schipper, opgeleid als facilitair manager en werkzaam in het vastgoed. U gaat zich vanavond buigen over het rapport over de ontwikkeling van het Beuzenbos. Burgemeester en wethouders willen graag dat u vanavond op voorhand, of volgende week of over 2 weken, op voorhand in gaat stemmen met vervolgstappen voor ontwikkeling van het Beuzenbos. Ze willen wel snel, hè? En burgemeester en wethouder verwachten ook nog dat u een besluit gaat nemen op een basis van een rapport met halve waarheden, aannames en tendentieus geschreven tekst. U wordt voor het blok gezet en gevraagd om in te stemmen met iets waar een groot deel van Purmerend niet in mee wil. En waar de consequenties nog niet vanuit het rapport lijken. Over dat rapport. Het rapport was voor mij een deceptie. Ik had gehoopt op echte afwegingen van belangen, waarin voor's en tegens benoemd zouden worden. Maar helaas, geen behoorlijke afweging en opsomming van voor- en tegenargumenten. Het is een opsomming van wensen en dromen. Er staat nauwelijks onderbouwing in van de claims die neergelegd worden. Een enkele keer wordt er verwezen naar een andere gemeente of een gelukt project, maar concreet staat er niks. De argumenten voor zijn met tenminste evenveel argumenten tegen te weerleggen. Een beetje projectleider realiseert zich dat het project zo geen realistische kans van slagen heeft. Werkgelegenheid bijvoorbeeld. Als het de Van der Valk Hotel zou betreffen, gaat het oude hotel in de Zuidoost-Beemse vast dicht, want twee naast elkaar bestaat niet. Verplaatsen van werk dus. De verwachte uitbreiding van werkplekken zal niet per se ingevuld worden door mensen uit de kaartenbak van Purmerend. Welke besparing op uitkeringen zal er naar verwachting echt gehaald worden? Waar is eigenlijk de vergelijking met het hotel in Horen? In hoeverre heeft het hotel in Horen nou echt bijgedragen aan extra toeristisch bezoek in de gemeente? Want opbrengsten voor ondernemers in de binnenstad in Purmerend? Nee! We worden door toeristen gezien als een buitenwijk van Amsterdam. Toeristen gaan grotendeels gelijk naar de zienswaardigheden in Amsterdam en anders kiezen ze voor andere interessante steden en dorpen als Volendam, Edam en Horen. De afstand naar de binnenstad is te groot om te overbruggen. Opbrengsten dan voor de nieuwe eigenaar. Vergeet niet dat de nieuwe eigenaar al het groen moet compenseren en zal door een projectontwikkelaar flink gerekend moeten worden om deze kosten terug te verdienen. Of gaat gemeente Purmerend de ontwikkelaar tegemoetkomen en doet daarmee nog inbreuk op de opbrengsten van de grond? Blijft er nog minder geld over voor de gemeentekas? De gemeente zal ook de infrastructuur rond het hotel moeten gaan aanpassen. Kortom, onder de streep kost een en ander meer dan de opbrengst van de grond. De toerist, de congresbezoeker of de stedentripper gaat de bus of de trein in of rijdt gelijk de snelweg op naar Amsterdam. En dat wordt door plaatsing op deze locatie gefaciliteerd. Namelijk dat men snel de weg op kan. Snel weg uit Purmerend. Ik kan er alleen doorgaan met het inleggen van argumenten, maar ik heb maar een paar minuten. Over wantrouwen naar de politiek en gevoel van bedotten van uw publiek en uw kiezers gesproken. Beste commissieleden, laat u niet bedotten door een rapport. Eerst werd u al overtuigend voorgehouden dat de Baansteen Noord een niet te mislukken project was en er absoluut moest komen. Toen werd u verteld dat u de autoboulevard niet mocht mislopen en nu weer het Beuzenbos. Kom op zeg, u bent toch niet gek? Wordt het Beuzenbos straks de Baansteen West? Dank u wel. Nee,
Dan ga ik over de volgende inspreekster. Dat is Wendy Bonte-Boske. Ik ben Wendy Bonte-Boske uit Weidenborgen. Ik ben Wendy Bonte-Boske uit Weidenwormer. Inderdaad, uit de buurgemeente. Voor mij is de Beusbos heel belangrijk. Als ik namelijk naar mijn polder rijd, zie ik een hele mooie groene poort. De groene poort naar Weidenwormer. En de groene poort naar Purmerend. 8000 bomen. Purmerend heeft 80.000 inwoners. Daar was de burgemeester heel trots op. Beusbos, één boom voor elke 10 inwoners. 17 hectare, een filter van fijnstof. Een rustplaats voor dieren langs de ecologische hoofdstructuur. Een rustplaats voor mensen. De natuur is wild, dat is genieten. De ecologische hoofdstructuur langs het Beusbos bestaat alleen uit de Wormerringvaart. Die is maximaal 6 meter breed. De hele ecologische hoofdstructuur langs Purmerend is kleiner dan die 17 hectare Beusbos. Ik wil het voor u aanwijzen op de kaart hier achter mij, als dat wat meer verduidelijkt. Het Beusbos is een belangrijke schakel in de verbinding tussen het Wormen en Jisperveld, het Twiske, het Oost-Zuiderveld en de Polderzeevang. En Dier maakt geen onderscheid tussen groen van de gemeente en groen wat gewoon wilde natuur is. Het Beusbos is er al. De paden zijn er al. Laat dit Beusbos veranderen in een park. Recent is er een reclamemast geplaatst. Leuk. Ik zie dat ding vanuit mijn huis. Elke dag. Dat ding geeft een licht. Ik ben er niet blij mee. Evengoed met de bomen die ervoor gekapt zijn. Daarnaast, de Europa Woontoren, die zie ik ook. Dat ding is al hoog. Moet dat hotel werkelijk hoger gaan worden dan de Europa Toren die er al staat? Ik ben tegen. Heel erg tegen. Ga lekker naar de Baansteen. Daar is de natuur al opgeofferd. Hotel Oostzaan. Hotel Purmerend in Zuidoost-Beemster. En Hotel Horen. Plus alle hotels die er in Amsterdam bij komen. Er zijn al genoeg hotels. Laat het Beusbos bestaan. Laat het Beusbos blijven. Geef het door aan mijn zoontje en aan alle andere generaties die na hem komen. Purmerend is al versteend genoeg. Dank u. Voorzitter, ik vraag mij af of mevrouw Bonte-Boske daadwerkelijk de houtopstand wil veranderen in een park. Jazeker, waarom? De paden die zijn er al. De paden die lopen er al. Als u gaat kijken op de Facebookpagina Vrienden van het Beusbos, dan vindt u daar minimaal 1 keer per maand een fotoverslag van mij. Met mijn zoontje, wat ik aan het doen ben in het bos. En geloof me, ik maak daar mooiere foto's als in heel het Purmerbos. Waarom? Omdat er sowieso al veel meer paddenstoelen voorkomen als die ik in het Purmerbos nog niet eens gezien heb. Dat is voor mijn zoontje genieten, omdat hij helemaal blij wordt om paddenstoelen te ontdekken. Ah, nee. Dat voorzitter heeft mevrouw Bonte-Boske net ook al voldoende gemaakt. Maar is zij het met mij eens dat het kenmerk van een park nu juist is dat het door mensen aangelegd en onderhouden is, et cetera? En wat blijft er dan nog over van de door mevrouw Bonte-Boske geroemde wilde natuur? Dat vraag ik me af. Ben je er wel eens geweest? Nee. En ik nodig hierbij de hele raad uit om kaplaars aan te trekken en met mij het Beusbos te ontdekken. En dan mag ik aan het ja, voorzitter, graag even een reactie op mevrouw en daarna graag een antwoord op mijn vraag. Ja, ik ben daar meermalen geweest met mijn kleinzoon. En, prima.
Dan ga ik over naar de volgende inspreker. Dat is Donato Ranzato uit Purmerend. Meneer Ranzato, als u de grote knop in drukt en gaat de tijd lopen, dan waarschuwing met een van de voor de partij. Gaat u gang. Geachte voorzitter, geachte leden van de raad, geachte commissie. Mijn naam is Donato Ranzato en ik woon in de Haagse Polder, dus ik ben een direct betrokken. Een aantal weken geleden deed een van uw leden, die voor de kap van Beuzenbos is, een opmerkelijke uitspraak tijdens een radio. Moeten we de vele mislukte projecten om Purmerend op de kaart te zetten, om Purmerend te verbeteren, nog noemen? De mislukte Ringweg, de mislukte Melkwegbrug, de mislukte Baansteen Noord. Vanavond zullen zeker door andere sprekers deze mislukkingen ook genoemd worden en ze zijn al een paar keer genoemd. Purmerenders, de kiezers, lachen jullie nu al uit over weer een megalomaan plan. De minimaal 50 meter hoge Mega van der Valk Hotel Experience met indoor pretpark. Beste volksvertegenwoordigers, natuur is essentieel voor de mens. Ook dat zullen vanavond weer vele sprekers duidelijk maken en dat hebben al vele sprekers gedaan. Laten we eerlijk zijn, een hotel is dat niet. Welvaart is belangrijk. Ik ben ook daarom niet tegen de komst van een hotel. Maar welzijn is ook belangrijk. Aan de politiek, aan u, om hierin een balans te vinden. Voor welvaart is gekozen toen een belangrijk stuk natuur werd verwoest om de Baansteen Noord te realiseren. Laten we nu met het Beuzenbos, het laatste natuurlijke bos in Purmerend, voor welzijn kiezen. Als welzijns- en recreatiegebied is het Beuzenbos van onschatbare waarde. Ook dat zullen vanavond veel sprekers zeggen en al gezegd hebben. Een hotel kan best ergens anders gebouwd worden. Dat weet u ook. Beste volksvertegenwoordigers, u zegt dat u op de plek van het Beuzenbos de poort van Purmerend wil maken. Een poort waar Purmerenders trots op kunnen zijn. Denkt u nou echt dat een Purmerender een trots gevoel krijgt wanneer hij langs een Mega van der Valk Hotel zijn stad in gaat? Deze leugen om uw zin te krijgen laat goed uw minachting zien voor de burger die u dient te vertegenwoordigen. Net als de leugen dat met de komst van het Mega Hotel er 150 Purmerenders uit de bijstand gaan. Schaamteloos. Denk niet dat de burger, de kiezer, dit niet doorheeft. De burger weet heel goed dat dit megahotel er moet komen om de ego's en carrières van een aantal raadsleden op te poetsen. Ten koste van weer een mooi stuk Purmerend. Waarom anders wordt er een plan gepresenteerd zonder onderbouwing, zonder goed onderzoek, zonder alternatieven? Een Purmerendsraadslid zei, ik geloof niet in een maakbare samenleving. Wanneer een ondernemer komt met een plan, dan gaan we daarmee in zee. Ik vraag me af, zit u als vertegenwoordiger van het volk of zit u hier als lobbyist voor het bedrijfsleven? Dat is volgens mij de kern waar het vanavond over gaat. Waarde leden van de raad, stem 21 april vanuit uw hart, niet vanuit de carrière. Stem voor bloei, niet voor een megalomane fantasie. Stem voor de toekomst van een 10-jarige jongen, niet van één ondernemer. Dank u. De volgende inspreker is Lammert van Raad uit Amsterdam. Hier mag inspreken. Mijn naam is Ron van Raan, ik ben een bewoner van Noord-Holland. Ik spreek in namens mezelf. Mij is ook op het hart gedrukt dat ik niet namens de fractie waarvoor ik in de Provinciale Staat zit mag spreken en dat doe ik dus ook niet. Ik spreek namens mijzelf als burger en als bewoner van deze provincie. Ik heb twee vragen aan dit college.
En ik ga ongeveer 3 minuten spreken. Dan weet u. Voorzitter, commissieleden, de waarde en de natuurwaarde van wat uw college de Kom A7 en de rest van de wereld het Beuzenbos noemt, zijn inmiddels overtuigend aangetoond. Ik onderschrijf het van harte en zal deze hier niet herhalen. U wordt gevraagd binnenkort als raad in te stemmen met de visie op ontwikkeling Kom A7 en het college opdracht te geven vervolgstappen te zetten. Omdat, zo schrijft uw college, het ontwikkelen van de Kom A7 noodzakelijk is voor de stad Purmerend. Voorzitter, ik heb heel recent, namelijk afgelopen maandag, contact gezocht met het college van Noord-Holland en mij is verzekerd dat de plannen in de huidige vorm voor het Beuzenbos geen doorgang zullen vinden voor de provincie. Dit naar aanleiding van gesprekken. Dit naar aanleiding van gesprekken van het college met de provincie. En het college schrijft dat ook in haar bijlage C. Het is een nee tenzij. Voorzitter, dan is de vraag gerechtvaardigd of de stelling klopt dat de huidige plannen, zoals verwoord en verbeeld in de visie, geen doorgang kunnen vinden vanwege de regels neergelegd in de provinciale ruimtelijke verordening. Immers, als je nu al weet dat de plannen geen doorgang kunnen vinden, waarom dan deze plannen ongewijzigd voorleggen aan de provincie? Dat is mijn eerste vraag aan de wethouder. En ik hoop dat u als commissie die vraag overneemt, dat de wethouder onverhoopt geen antwoord op een inspreker zou kunnen geven. Voorzitter, de tweede vraag. Het is prijzenswaardig dat het college zich inzet voor de werkgelegenheid en de ontwikkeling van Purmerend. Ik ben daar als burger mee gediend. Zeker wanneer dat op een duurzame manier gebeurt. Maar het lijkt erop dat het college zich daarvoor in hoge mate maar één instrument gunt. Namelijk die van nieuwe gronduitgiften. En u kent allemaal het gezegde, als je alleen maar een hamer hebt, ziet de hele wereld eruit als een spijker. En voorzitter, zo kom ik tot mijn tweede vraag. Ik wil de wethouder vragen wat creatiever te zijn. U spreekt tot de commissie, niet tot het college. U kunt vragen aan de commissie zelf. Daar ben ik van bewust. En zo kom ik aan mijn tweede vraag aan de commissie. Ik wil de commissie vragen creatiever te zijn. Baanstede Noord. Het college heeft er in haar visiedocument al wel naar gekeken, maar afgeschreven. En toch wil ik het, de commissie, verzoeken haar plannen te ontwikkelen voor Baanstede Noord. Immers, als je het visiedocument leest, is er goed beschouwd geen steekhoudend argument te bedenken waarom de doelen uit het visiedocument niet daar gehaald zouden kunnen worden. Niet dat het hetzelfde is. Maar ik lees bijvoorbeeld op de site van Baanstede Noord hoe geweldig die bereikbaar is. Hoe goed die is voor de regionale ontwikkeling. Hoe klein de fietsafstand naar het historisch centrum is. Met andere woorden, als je die eigenschappen beschouwt, die voor Beuzenbos gelden in het visiedocument, dan zie je dat die ook gelden voor Baanstede Noord. Dus, ga opnieuw kijken met de wetenschap hoe waardevol het Beuzenbos gebleken is voor uw bewoners. Hoe uw plannen die u heeft ontwikkeld voor het Beuzenbos passen met alle voor- en nadelen in Baanstede Noord. En weeg daarmee het grote belang dat wij als bewoners aan een waardevolle groene omgeving hebben. Ik daag u uit dat te doen. En daarmee dus de voorliggende visie terug te trekken en te herformuleren. 2 vragen dus. Ik ben benieuwd naar de antwoord. Dank u wel. Dan ga ik over tot de volgende inspreker, dat is J.M. van der Hoorn uit Zuidoost-Beemster. Goedenavond, beste voorzitter, geachte commissieleden en het massaal opgekomen publiek. Zoals een van de eerste vragen was of ik in Purmerend kwam, ik kan vertellen dat ik al langer gewoond heb dan de vraagsteller. Maar dit terzijde.
Het verspreidingsonderzoek beschermde flora en fauna. Dit is hem, het ligt bij sommigen misschien nog op het nachtkastje. Uit 2015, in opdracht van de gemeente Purmerend, geeft het voorkomen aan van een aantal beschermde diersoorten rond het gebied wat wij kennen. We hebben het over de bittervoren, de kleine modderkruiper in de waterloopjes en drie soorten vleermuizen. Dat is een wat geheime hobby van mij. De gewone dwergvleermuis, de ruige dwergvleermuis en de laadvlieger, allen bij wet beschermd. Als we dit rapport bekijken, dan zien we dat er in het gebied zelf en ook langs de Wormerringvaart niets lijkt voor te komen. Hé, hoe kan dit? Hoe kan dit nu? Als vrijwilliger heb ik aan dit onderzoek meegewerkt en daar te horen gekregen dat alleen vanaf de openbare weg binnen de gemeentegrens gewerkt mocht worden. En dan, beste commissieleden, mis jij een vleermuisrijk gebied, doordat gemeentegrens en toegankelijkheid de beperkingen daarvan zijn. Beperkingen overigens die in de visie van het college over heel andere zaken helemaal niet lijken voor te komen. Dan kijkt men voornamelijk over die gemeentegrenzen heen. Het is nog maar zeer de vraag of het in die visie aangegeven nieuwe flora- en faunaonderzoek daar ook rekening mee houdt. Ik ben daar zeer bezorgd over. De tijd die men daarvoor nodig heeft, zeker voor de vleermuizen, wordt geschat op 6 maanden en dat is net te kort. Purmerend en ook Wormerland, gelukkig hebben we het gehoord, mogen trots zijn op de ecologische verbindingszone aan hun beide grens. Een brede strook, gevarieerd gebied langs de Wormerringvaart. Het is een schakel in een groter geheel, de ecologische hoofdstructuur. En dat kunt u ook nog zien op bladzijde 9 van de visie. Het gebied A7, ook wel eens kommetje genoemd, wat ik wat denigrerend vind, is daar tevens een deel van. En het vormt een verbinding die naar die zone toe leidt. Het terrein kent wat wij noemen lijnvormige landschapselementen. En die zijn voor groot belang, niet alleen voor fouragerende, voedselzoekende dus. Klimaatverandering kan het gevolg hebben dat ziekteverspreiding door insecten sneller gaat en een kostbare zaak gaat worden. Wie gaat dat betalen? Ik denk dat meneer Rotgans zijn vinger al opsteekt. Wij hebben het vanavond niet alleen over beton, staal en glas, maar vooral over de levende bouwstenen van onze samenleving die zich niet bewust kunnen zijn van grenzen en afhankelijk zijn van ons menselijk ingrijpen. Ik zal besluiten met het volgende voorstel. Het staat dus het volgende voor. Twee delen beuzenbos, verbonden door een mooie voetgangersbrug over de lage continenten. Iets wat verbeterde paden en een knuppelpaadje door het westelijk bos, naar de Ringdijk. Je hebt dan een prachtige stadsnatuurwandeling kun je maken vanuit Sluisbrug, hier de Haarspolder, Beuzenbos, Ringdijk, Beide Venne, Melkwegbrug, naar het centrum, om tot besluit op de Koemer een drankje te drinken of een hapje te eten. Dank u wel. De ontwikkeling verbaast hij nooit in bescheiden mate stimuleren. De visie van wethouder Krieger hier realiseren. Het resterende geld van 100.000 euro hier naartoe gooien. Laat de nu verdubbelde N244 voortaan de aanleg echt de halsknuffel van ontwikkelingsstreven blijven. Koog, Baanstee West, Baanstee Oost, Noord. Let je ook eens op uw budget en uw gebrek aan hypothecaire ruimte bij een schuld van pak en beet 150 miljoen. En ga die resterende 40 hectare in elk geval niet bouwen. Niet echt groen. Nieuwbouwplannen die er gerealiseerd worden, daar is eigenlijk nauwelijks sprake van groenvoorzieningen. De wijk Venne heeft geen enkel park van betekenis en ook de Kop West zal ongetwijfeld helemaal volgebouwd worden. Purmerend heeft dus eigenlijk maar slechts 2 omvangrijke groengebieden. Dat is het bekende Purmerbos en het van bestaand betwiste Beuzenbos. Dat we daar een discussie over kunnen voeren, dat snap ik wel. Wat ik niet snap is dat de Raad en BMW
zou durven om deze plek voor permanents af te pakken. Willen jullie een stenen en geasfalteerde stad met een slechte luchtkwaliteit? Met andere woorden, hebben jullie eigenlijk wel respect, tonen jullie respect voor mensen, dieren en milieu? De locatie, dat is veel gezegd. Als de komst van deze horeca en congresvoorziening cruciaal is voor permanent, daar wil ik niet over in discussie gaan. Maar waarom moet dat op deze locatie? Zijn permanent volgens mij locaties genoeg die opgeknapt moeten worden of u zult dat herontwikkeld moeten worden noemen? Het is al gezegd, hier tegenover het Big Bos terrein, het Lammetje, het postkantoor. Maar denk ook bijvoorbeeld aan de Beemster Burgerhal. Dat is een aansluiting voor de stad. Ga daar gewoon eens kijken. Daarnaast, ik ga dat toch wel herhalen, want ik vind het natuurlijk ook, de Baanstee staat volgens mij leeg. Dus wat ik niet snap op dit punt is dat u dit toch ook moet zien. Waarom moet het op een plek terwijl er zoveel goede alternatieven zijn? Het laatste punt is economie. Ik heb begrepen dat dit project werkgelegenheid oplevert. Dat zal heel belangrijk zijn. Maar is dit ook niet beloofd bij de aanleg van de Baansteen Noord? Wat is daar terecht van gekomen? Op de Koenmarkt staan diverse restaurants te koop. Die uitbaters van die restaurants die hebben moeite om hun zaak winstgevend te exploiteren. Ik weet dat uit eigen ervaring. Als een enorm restaurant erbij komt, een Van der Valk, dan voorzie ik leegstand en banenverlies bij de horeca in het centrum. Wordt daar rekening mee gehouden? En tenslotte heb ik nog een persoonlijk belang. De locatie van een woning is een belangrijk element in de waardebepaling van die woning. Wij wonen nu in een gebied met een landelijk karakter en dat maakt de woning simpelweg duurder. Die prijs hebben wij allemaal betaald. Met de komst van dit project verandert dit en wordt onze woning minder waard. Ik ben erg benieuwd hoe u als gemeente dat gaat compenseren als u dit plan net doordrukt. Dank u wel. Gaan we nu over tot de laatste inspreker voor de pauze, daarna pauzeren we even. Ik vraag nu de heer of mevrouw Ilja Stunnenberg uit Weidevormen. Prima. Beste commissie en voorzitter, ik ben dus een heer, zoals ik kan zien. Ik kreeg al een mailtje dat ik als vrouw mag inspreken. Ik ben inwoner van NEC en de Neckerstraat en wij hebben het kerngetal van Purmerend. Dus ik hoop dat ik hier gewoon valide mag spreken. Wie van u van de raad, van de commissie, is wel eens in het Beuzenbos geweest? Dat u komt op zeker. Nou, dat valt me niet tegen. Ech, de stadsbepaling. Het Beusbos. Een bos waar de natuur de vrije hand heeft gekregen om zich te vormen. Als je daar loopt, waan je jezelf op een andere plek dan in de Randstad. Menigeen zal dit, wat ik zeg, herkennen. Mijn zoontje is Wereld Natuurfonds Ranger. En hij stelde mij de vraag waar de buizers gaan wonen. Wanneer het bos gekapt wordt. Hij werd verdrietig en zei, dan kan ik de bonte specht niet meer zien. Dan kan ik de halsboomparkieten niet meer zien. Dan hoor ik nooit meer de buizers in de lucht vliegen en als ze naar elkaar roepen, dat geluid ga ik missen. En pap, dan kunnen we het avonturenpad niet meer lopen. Hij werd boos en met tranen op zijn wangen zei hij, we moeten voor het bos vechten, pap. We moeten vechten. Het gaat niet alleen om een stukje uniek bos dat stuk gemaakt gaat worden. Ik ben Stef Jongroet. Ik woon aan de Kanaaldijk in Purmerend. Aan de rand van Hazenpolder, dus ik ben een echte buurtbewoner. Beleid. Wie stelt beleid vast en wie vult het in?
In een goed werkende democratie is dat een bestuur. Dat bestuur is dan samengesteld uit partijen die door burgers gekozen zijn en houdt dan rekening met belangen van diezelfde burgers, zowel bij economische onderwerpen als zaken die te maken hebben met leefomgeving. Afweging van deze belangen leidt dan tot een evenwichtig beleid. Hoe gaat het af en toe in Purmerend? Een klein stukje geschiedenis. Hier wilden autobedrijven niet langer op een prima bereikbare plek op de Baanzee zitten, maar langs een autosnelweg, een zichtlocatie. De gemeente zei, dat gaan we regelen. Staat er een bos? Oh, dat noemen we een rommelbosje of een houtopstand, dan klinkt het minder erg. Houtopstand, dames en heren, betekent trouwens bos. Zijn er veel mensen tegen? Het bedrijfsleven heeft bij ons voorrang. Ons prachtige plan Baanensteen Noord is ook doorgegaan. Alle argumenten van tegenstanders hebben we netjes aangehoord. En kijk eens, het ligt er prachtig bij. Wat een ruimte! Helaas voor de plannenmakers ging het automotive plan in feite bedacht en opgedrongen door de autobranche niet door. Want er was net geen meerderheid voor op het moment in de raad. Maar dat bos moet daar toch wel weg. Het is toch onze grond? Al die bomen, daar heb je niks aan. Idee, we bedenken iets nieuws en gaan voor werkgelegenheid, want daar kan niemand tegen zijn. We besteden een ton gemeenschapsgeld aan een onderzoek van een idee wat er al ligt. Een hotel met zalen en een speelhol voor jong en oud. En dat noemen we daarna onze integrale visie. En dat verdedigen we dan met de structuurvisie uit 2005. Want daarin stond toch ook al dat we iets met die plek moeten gaan doen. Voortschrijdend inzicht. Voortschrijdend inzicht. Kent u die uitdrukking? Een plan uit 2005 gebruiken als argument voor de ontwikkeling van nog een bedrijventerrein. In 2005 was Baanensteen Noord nog geen bijna complete mislukking. Maar tijdens het maken van deze plannen wel. Het Beuzenbos is uniek in onze omgeving. In een omgeving waar we al wel diverse hotels langs snelwegen kunnen vinden. Die zijn dus niet uniek. En er zijn op locaties op een paar autominuten van Purmerend vergevorderde plannen voor nog meer hotels. Het plan dat nu voor ons ligt, lijkt net als de eerder genoemde autoboulevard, nog het meest op een dictaat vanuit het bedrijfsleven. In dit geval van de belangstellende hotelketen. Zo hoog, zo breed, en dit en dat ernaast, en dat is allemaal helemaal mooi. Is dit nou die integrale visie die onze ton gemeenschapsgeld heeft gekost, weet u nog? En waar liggen, staan, hangen, dat weet ik niet precies, die beroemde bovenregionale belangen waar iedereen zijn mond zo vol van heeft? Een alles onder één dakformule van een horecagigant met ongetwijfeld zeer goede prijs-kwaliteitsverhouding voor de klanten, zal ook nog eens een bedreiging vormen voor de veel kleinere horecaondernemers in de binnenstad. Dit gaat Purmerendse bedrijven ondermijnen. En op den duur juist daar goede banen van Purmerenders gaan kosten. Ik rond af. Moet er weer groen, in dit geval een in onze omgeving uniek bos, worden geopperd aan zogenaamd bovenregionale belangen? Lijkt me duidelijk. Nee. Beter is het bestaande bedrijventerreinen te vullen waar het mogelijk is en één of meer kleinere hotels in of aan de rand van de binnenstad proberen te krijgen. Dat voegt werkelijk iets toe aan de economische ontwikkeling met meer duurzame werkgelegenheid voor onze stad. Dank u wel. De voorliggende visie is eigenlijk een heel merkwaardig document, waarin vrijwel uitsluitend wensen en stellingen zijn opgenomen. Ik noem er een paar. De ontwikkeling van de kom met bovenregionale functie is noodzakelijk voor Purmerend. De ontwikkeling van de kom met hotel, congres en evenementenfaciliteiten en vrije tijdsfuncties levert een meerwaarde op voor de stad en regio. Het geeft een extra impuls met spin-off werkgelegenheid en versterkt het draagvlak voor voorzieningen in de binnenstad. De kom is een toplocatie vanwege de bereikbaarheid en zichtbaarheid. Op andere plaatsen in Nederland zijn goede voorbeelden bekend van de aantrekkende werking van de ontwikkeling van een vergelijkbaar concept. Deze stellingen zijn niet... Ik ga de volgende inspreker oproepen, de heer Tullenaars, J.H. Tullenaars uit Purmerend. Ik sta niet op de Twitter.
Dank u. Voorzitter, leden van de commissie en de raad, in het dossier Beuzenbos kan ik niet anders dan met klem een beroep doen op het gezond verstand. En dat u inziet dat het absoluut toppunt van de risicobeheersing is om niet in te stemmen met de visie op ontwikkeling COM-A7. Richting de inwoners van Purmerend kan en mag het niet zo zijn dat ondoordachte, op drijfzand gebaseerde prestigeobjecten, omgeven met rozengeur en maneschijn, ten koste gaan van natuurlijk schoon, dat het Beuzenbos is. Eveneens doe ik hierbij een beroep op het collectief geheugen van de voltallige raad zich te realiseren dat op zijn zacht gezegd de grondpositie Baanstede Noord alle tekenen heeft van een financieel fiasco. Op voorhand is aannemelijk dat het niet realistische gehalte van de ontwikkeling van de COM-A7, het voorgenomen functies op het gebied van vrije tijdsbesteding, evenementen, toerisme, recreatie, verblijf en hetzelfde lot beschoren is. Laat de raad zich vooral geen mooie woorden aanleunen als het gemeentebestuur. Geen vraag, bedankt u. En dan ga ik over naar de volgende. Uit Zuid-Oost-Leemst. Jordi Wolters vindt dat er nogal aan korte termijn denken wordt gedaan. Snel wat geld verdienen over de rug van onze kinderen zonder enige oogschouw voor de gevolgen. Dames en heren, geachte voorzitter, commissieleden, beste aanwezigen. Mijn naam is Ernst Zonneveld en ik ben Nederlands staatsburger. Ik had in de afgelopen weken in samenspraak met enkele relaties van drie faculteiten der rechtsgeleerdheid zeer zorgvuldig mijn speech opgesteld. Maar wat mij vandaag ter oren is gekomen van diezelfde personen verbonden aan deze faculteiten, heeft mij doen besluiten om mijn vorige speech vanmiddag in de prullenbak te gooien. Ik doel op een analyse van de heersende politieke cultuur hier in Purmerend. Duidelijk is geworden dat vooringenomenheid en strenge fractiediscipline bij verschillende fracties in de coalitie een grote rol speelt bij individuele fractieleden in het controversiële dossier. Onderzoek wijst uit dat inspreekteksten van verontruste burgers die met inhoudelijke argumenten de commissie en raadsleden en bestuurders van de coalitiepartijen al hier proberen te overtuigen dat het kappen van 8000 bomen, ofwel het verwoesten van het Beuzenbos, niet alleen de grootste schending wordt van onder andere de Flora- en Faunawet in de laatste decennia, maar dat het alles ook zal behoren tot de grootste bestuurlijke en politieke blunder, zelden waargenomen in heel Nederland. Voorzitter! Terwille van de tijd begin ik meteen maar met de voorlopige conclusies van de adviezen die ik slechts als boodschapper hier zal voorleggen. 1. Wethouder Krieger heeft niet alleen de burgers via de media misleid, hij heeft wellicht ook zijn eigen medebestuurders, CQ het college van BMW, misleid. 2. Wethouder Krieger heeft de gemeenteraad misleid. 3. Elk individueel gemeenteraadslid, CQ de voltallige gemeenteraad, heeft de wettelijke verplichting een wethouder, CQ het college van burgemeester en wethouders, te controleren. Sowieso hebben een aantal individuele gemeenteraadsleden uit de coalitie zich vooralsnog niet gehouden aan deze wettelijke verplichting. 4. De burgemeester plus wethouder Krieger, beide van VVD-huizen, hebben namens het gehele college van BMW het besluit genomen, via agendering, om hier vanavond aan deze commissieleden een voorstel in te dienen en daarover advies aan de commissie voor te leggen. Met andere woorden, dit kan niet anders opgevat worden tot een poging om daarmee het eerder door de gemeenteraad aangenomen besluit om 100.000 euro krediet te behoeven van een onderzoeksrapport, feitelijk het rapport waar iedereen op wacht, niet bespreekbaar te maken, dus te omzeilen. Met het door wethouder Krieger
geïnitieerde voorstel en het akkoord vanavond van de commissie op dit moment wordt feitelijk de gehele gemeenteraad op suggestieve wijze gemanipuleerd om er over 2 weken een hamerstuk van te maken. Dit zal niet kunnen plaatsvinden. Sterker, in de vorige vergadering, waarin na uitvoerige betogen werd gestemd voor dit krediet, gerelateerd aan dat onderzoeksrapport, wat er nog niet is, werd door zowel oppositie als coalitie, maar ook door de inmiddels opgestapte D66-wethouder Edwin Voorbij, uitdrukkelijk vermeld, na vragen en opmerkingen van de oppositie, dat er eerst gewacht zou worden op dat onderzoeksrapport, wat het dus niet is, voordat er sowieso verder gesproken zou worden over het wel of niet ontwikkelen van de kom A7. Dus, hoezo opeens toch een persconferentie van wethouder Krieger, die zijn visie ontwikkeling kom A7 met halve waarheden aan de media presenteerde. Dus, hoezo opeens dit agendapunt met daarbij een verzoek van Krieger, ondertekend door de burgemeester, dat er vanavond advies per fractie moet worden verstrekt, om er zo een zogenaamd hamerstuk voor de raad van te maken, terwijl men weet dat dit advies inhoudelijk niet kan kloppen. Daar hebben wij vanavond genoeg van gehoord. Dit alles mogen, nee, moeten de wethouder en burgemeester van Purmerend aan de gemeenteraad uitleggen. De controlerende taak van de gemeenteraad, weet je wel. Voorzitter, na alles op een rijtje gezet hebben, kan een conclusie niet anders luiden dan dat wethouder Krieger met onmiddellijke ingang moet aftreden. Onderzoek ingesteld dient worden naar de handelswijze van de burgemeester, die normaal gesproken boven elke partijpolitiek belang verheven zou moeten zijn. Ik ga ervan uit dat alle commissieleden nu beseffen dat het Beuzenbos niet gekapt kan en zal worden, dat ieder commissielid van elke fractie zich 2 keer zal bedenken om vanavond zich adviserend uit te spreken naar de raad, terwijl het 100.000 euro kostende onderzoeksrapport er nog niet is. De juridische, maatschappelijke, sociale, bestuurlijke en politieke consequenties zijn niet te overzien wanneer enkele fracties uit de coalitie hier blijven volharden in hun advies tot de voorbereiding om 8.000 bomen te kappen. Tot slot, Johan Cruijff zou gezegd kunnen hebben, beter ten halve gekeerd dan ten hele gekapt. Ik dank u. Meneer Zonneveld, we kennen elkaar. De verleden keer ook even een aanvaring gehad. Maar dat zal dit keer niet gebeuren, denk ik. Maar u had het over de schending van de flora en de fauna wet. Correct. Kunt u dat wat beter preciseren? Van op welke punten dit college bijvoorbeeld niet aan die flora en die fauna wet zou voldoen? Nou, ik ben blij dat u het vraagt. Eigenlijk is er al vanavond is er al daarover het een en ander gezegd door een aantal insprekers. Ik heb het bijvoorbeeld over de 3 soorten vleermuizen. Ja. Voerdersheergebied, et cetera. Je hebt het allemaal kunnen zien. Maar er is veel meer. Laat ik het simpel houden. 8.000 bomen. Ik refereer graag aan de Europese wet en regelgeving. Ik heb mijn huiswerk gedaan. Hier heb ik hier zo mijn twijfels over. U wel hoor, ik bedoel, wij kennen elkaar. Maar 8.000 bomen, dames en heren. Weet u wat het equivalent is? Van het aantal vrachtauto's. Nou, ik hoor niks. Nee, nee. Weet u dat, meneer Krieger? Ik hoor niks. Nou, ik geef het antwoord. 8.000 bomen, gerelateerd aan een gemiddelde stamomvang, want dat hebben we bekeken, van ongeveer 16 centimeter, terwijl 10 centimeter al een probleem is om sowieso te kappen, dat kan namelijk helemaal niet, geeft ongeveer teweeg ongeveer een kleine 14.000 vrachtwagens die per uur, die per uur in een file staan, dus stationair draaien. Nou, ga er maar aan. Dat is 1. Vervolgens, nog over het milieu, er is per 1 januari 2015 is de nieuwe flora-fauna-wet ingegaan. Ik wil eigenlijk, want ik kan niet allemaal uur doorgaan, ik wil eigenlijk toch graag aan alle raadsleden hier, de commissieleden, wil ik verzoeken
Nee, u gaat u af. Om in ieder geval... Ik mag alleen antwoorden. Nou, ik doe het. Oké, okay, nou, ik, laat ik het zo zeggen. Dus het antwoord van mij luidt dat er in ieder geval, als de commissieleden goed het een en ander hebben bestudeerd, dat zij eigenlijk hetzelfde antwoord geven als ik. Het Beuzenbos kan niet gekapt worden. Het bestaat namelijk niet. Lees de Flora en Fauna wetgeving erop na. Bovendien, in dat blad, rapportje wat heet Visie, dames en heren, het spijt me dat er niet meer vragen worden gesteld, want het kan gewoon niet doorgaan. Eigenlijk ga ik dus nu naar mijn huis in Amsterdam, want daar kom ik vandaan, zoals... En ik ga mijn hond ophalen en ik wens iedereen heel veel plezier en een genoeglijke avond. Dank u wel. Commissieleden, raadsleden, collegeleden, publieke tribune. Wat goed dat jullie er allemaal zijn. En wat een enorm aantal insprekers. En wat ben ik trots op al die verschillende mensen die wel maar even het lef hebben genomen om hier te gaan staan. De een was nog ontroerend dan de andere en de ander ging er weer heel fel in. Echt, ik voel me echt enorm trots op deze groep mensen. Een jaar geleden stond ik hier ook. Toen sprak u over het voorstel voor het voorbereidingskrediet. Stond ik hier ook als betrokken burger die opkwam voor zijn idealen. Ik sta hier nu als voorzitter van Stichting Vrienden van het Beuzenbos. Een bezorgde voorzitter. Een bezorgde voorzitter, omdat u vanavond en volgende week gaat praten over deze visie. En bezorgd omdat deze visie, en het is al een aantal keer aangehaald, niet een hele sterke indruk maakt. Wij als stichting keken uit naar de komst van dit rapport, omdat er hoge verwachtingen werden geschept vorig jaar, mede door toedoen van uw gestelde eisen aan het rapport. En wij hadden daar, hoge verwachtingen van, omdat dat een grondig onderzoek zou moeten worden, waarin ook de alternatieve locaties, de flora- en fauna-wetgeving, een compleet integraal beeld zou komen van het gebied. Nou, niets is minder waar. En om nou de hele lijst met kritische punten die ik daarover had op te gaan noemen, gaat te ver, want die zijn al genoemd vanavond. Ik wil er wel een aantal nog uitlichten. De hotelbehoefte werd ook al bediscussieerd. En dat ging in het rapport, in het visiedocument gaat men uit van een nijpend tekort aan hotelruimte in Amsterdam en daarom een vraag aan de regio om daarin te voorzien. Nou, de mediaberichten die liegen er niet om de laatste tijd. Er is in Amsterdam sprake van een hoteloverschot. Er wordt veel meer gebouwd in Amsterdam dan men nodig heeft. Dus die regionale behoefte is er helemaal niet voor een hotel. De flora- en fauna-wetgeving, ik heb het al genoemd. Er is letterlijk geen woord in het visiedocument genoemd over het flora- en fauna-onderzoek. In de bijlage wordt er gezegd, ja, dat is nog bezig, dat duurt nog minimaal een half jaar. Waarom dan nu al dit agenderen? Het is, je zult begrijpen, wij komen op voor de natuur, voor de leefomgeving, voor recreatie. Voor ons is dat flora- en fauna-onderzoek van wezenlijk belang. Wij kunnen het onderzoek niet financieren. Wij kunnen het wel bekritiseren en een eventuele second opinion laten uitvoeren. Maar als het onderzoek nu al gedaan wordt, dan wachten wij dat eerst af. Nog twee punten die mij ook erg stoorden in het rapport. Er wordt namelijk genoemd in een van de bijlages dat het onderwerp maatschappelijk niet onbesproken is. Nou, dat ben ik met het rapport eens. Het leeft nogal in de stad. Maar, wat wordt er vervolgens gezegd? En ik citeer, omdat ontwikkeling van invloed is op ter plaatse aanwezige groenvoorzieningen CQ-begroeiing.
Ik vind dat echt een belediging voor het 17 hectare grote Beuzenbos. Vervolgens gaat men in dezelfde alinea verder dat er geregeld contact zal worden onderhouden en wordt onderhouden met maatschappelijke organisaties. Ik heb tot op de dag van vandaag nog geen enkele keer, en ik ben voorzitter van Stichting Vrienden van het Beuzenbos, ook woordvoerder of contactpersoon, ik heb nog geen enkele keer op initiatief van de gemeente iets ontvangen. Dat stoort mij. Maar het belangrijkste punt is dat wij als stichting niet een stichting zijn die iets tegen willen houden en alleen maar nee zeggen. Alleen maar iets willen blokkeren. Nee, wij bieden een alternatief. Wij staan met onze voeten in het bos, in de samenleving. Wij willen de participatiesamenleving vormgeven. U hoeft geen euro te stoppen in de verdere ontwikkeling van het bos, want dat gaan wij doen. Wij zorgen met respect voor de natuur, voor een betere bereikbaarheid, voor werkmiddagen die nodig blijken te zijn. Wij trekken mensen uit hun huis, uit hun eenzaamheid en we gaan daar met z'n allen aan de slag. We zorgen voor natuureducatie. Er zijn al gesprekken met het Clusius College, met andere scholen, om daar een mooi programma te ontwikkelen waarbij we ook een toeristische functie kunnen gaan vervullen. Er is alleen maar een beetje betere bereikbaarheid nodig. De paden kunnen wat verbeterd worden. En op die manier gaan we alle leeftijden betrekken. En kunnen we daar echt iets aan toevoegen aan de stad. U gaf als commissie het college de kans om een goed onderbouwd plan te gaan presenteren. Nou, u heeft het gezien. Geef ons dan ook de kans om een goed onderbouwd plan te gaan maken voor natuureducatie, recreatie, natuur en gezondheid. Dank u wel. We gaan nu over tot de inhoudelijke bespreking van het agendapunt. En dan ga ik over tot de eerste termijn. En dan denk ik aan mijn rechterkant. Mag ik een puntje van orde nu, voorzitter? Dat mag. Als ik naar de tijd kijk en wij tot 11 uur doorgaan, dan gaan we de eerste termijn niet redden. Dus of we besluiten met z'n allen nu dat de eerste